De overheid stimuleert geen feest bij de herdenking van Pagua. Dit benadrukt minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Hij zegt dat Pagua herdacht mag worden, maar uitbundig feesten op deze nationale dag is niet toegestaan. De overheid ondersteunt wel dat mensen genieten van de dag in huiselijke sfeer met lekker eten en gezellig samen zijn. Maar we zullen niet tolereren en niet accepteren dat er feesten of evenementen georganiseerd zullen worden voor Pagua. De regering heeft bewust niet gekozen voor een lockdown op Pagua, alhoewel die intentie er bestond. Wat wij zeggen, u hebt ons getoond de afgelopen weken behoorlijk verantwoordelijk te zijn, want onze besmettingsgraad is erg laag op dit moment in Suriname. Dus ik reken op u, de regering rekent op u. U dient verantwoordelijk te zijn voor uzelf, voor uw familie, voor uw gezin, want u feest niet met vreemden, u feest met uw familie. En ik denk niet dat het verstandig is, en het is zeker niet aan te bevelen, dat u op maandag 29 maart, op Pagua-dag, aanwezig moet zijn op een groot feest, of met vrienden op een onverantwoorde wijze bij elkaar bent, zonder mondkapjes, zonder social distancing. En dat kan gevolgen hebben voor onze infecties in Suriname. Het infectiepercentage is laag, laten we het zo houden. De bewindsman zegt dat er enkele plekken zijn geïdentificeerd waar men activiteiten wil organiseren. Hij geeft aan dat de ministeries van Justitie en Volksgezondheid extra surveillances en patrouilles zullen hebben op 29 maart. Die zal monitoren waar er gefeest wordt. We willen u het feesten niet ontnemen, maar het kan niet anders. We zijn nu al langer dan een jaar bezig met het indammen van het COVID-virus. En het zal heel jammer zijn als we met z'n allen ons laten gaan op Pagua om straks weer in een derde golf te zitten. Het ligt in uw handen, het ligt in uw handen nu om de situatie stabiel te houden. Het ligt in uw handen ook om het weer weg te geven. U bepaalt wat u doet. Indien u een uitnodiging hebt van iemand, bel de persoon en meld dat ik niet kom, omdat er nog steeds COVID in Suriname is. We zitten wel onder de 5%, onder de 7%, maar COVID is niet weg. Het is nog niet weg in Suriname, uit Suriname. Nogmaals, wij benadrukken het belang van de preventieve maatregelen. Mondkapje op, handen wassen, afstand houden. Wij stimuleren mensen zoveel mogelijk te gaan vaccineren. Weliswaar nu de kwetsbare groepen. En ik ontraad en ik ontmoedig u om op Pagua feest te vieren. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Hij benadrukt dat uitbundig feesten op Pagua nare gevolgen voor ons kan hebben.